Welkom van mijn kant uit ook. Ik ben Ilse van Horenbeke. Ik heb vanavond twee taken en dat is, ik laat ook nog telkens mensen toe in dit webinar. Dus af en toe zal je mij waarschijnlijk zien ergens op klikken of iets vreemds zien doen. Dat komt dus omdat ik ook nog mensen toelaat. Zelf ben ik al heel mijn leven betrokken in de sportwereld. Ik ben zaakvoerder van Authentico, een commanditaire vennootschap. Die eigenlijk op zoek gaat naar sterke punten in mensen, organisaties en teams. De baseline is dan ook in search for gold. Mijn roots die liggen eigenlijk in de competitie, zowel gymnastiek als na mijn gymnastiekcarrière het zwemmen. Ik ben nog steeds trainer, vrijwilliger ook in de gymnastiek en ook bestuurder. En ik... Ja, ik ben een bezig bij. Een van mijn specialisaties is onder andere waarom ik vanavond gevraagd ben, is management en organisatie van verenigingen. Dus welkom allemaal. Ik kijk er alvast naar uit om vanavond het webinar samen met Evi en ik wil altijd zeggen Klaas. het is Klaas zeker, ja. Ik verwar altijd de naam Klaas en dan de echte trainer Maarten van de filmpjes. Ik moet altijd nadenken. Voilà. Bij deze weet je ook mijn minder goede punt en dat is namenonthouding. Ja. Maar ik ben betrokken bij Rust Roest Brugge, Koninklijke Turnkring Rust Roest Brugge als vrijwilliger. Ik ben daar ook trainer en meteen steek ik van wel met een voorbeeld. Wat maken wij mee? In onze organisatie, in de turnkring, dat de administratie enorm is toegenomen, omdat er leden inschrijven, dan is er een periode rust, dan moeten we ze weer wachten, onzekerheid, dan moeten we ze toch uitschrijven, het financiële, ja, we verliezen daardoor, doordat we ze terug moeten uitschrijven, ook inkomsten, dus een inschrijvingsgeld moeten terugstorten. Dan hebben we ook een infrastructuurprobleem, omdat wij een gymhal training geven en daar mogen niet zoveel gymnasten binnen. Dus moesten we heel wat extra infrastructuur gaan huren enzovoort en zo verder. Wellicht op de een of andere manier een herkenbaar verhaal ook voor jullie. Vandaar ook een tweede reden om zo enthousiast mee te werken aan dit programma. Herlaat jouw sportclub en hopelijk ook een beetje die waar ik in betrokken ben. Evi, aan u het woord. Yes, oké. Goedenavond allemaal, mijn naam is Evi van Koppenolle. Ik zal met Ilse samen dit traject begeleiden. Het traject Plan de toekomst van jouw sportclub. Misschien ook heel kort ook eventjes mijn eigen achtergrond. Mensen kunnen mij mogelijk, en ik zie hier een aantal mensen uit federaties, sportfederaties ook zitten, mij mogelijk kennen vanuit mijn functie bij het Centrum Ethiek in de Sport, waar ik alle dagen bezig ben met de ethische kant van sport, rond thema's als grensoverschrijdend gedrag, fair play, gender, racisme en noem maar op. Ik zeg altijd de eerder menselijke kant van sport, en niet zozeer de sporttechnische kant van sport. En daarnaast ben ik een aantal jaar geleden gestart als, om te beginnen, plancoach vanuit een grote passie voor planning, organisatie, time management, effectiviteit, alles wat te maken heeft met mensen en organisaties in hun kracht zetten door op een spontane, toffe, maar wel gestructureerde, georganiseerde manier hun leven en mogelijk ook hun werk te plannen en te organiseren. Vandaar ook mijn insteek binnen de planning van dit traject, de combinatie van mijn passie voor sport en mijn, laten we zeggen, toch wat ervaring al binnen time management en het plannen van op lange termijn bijvoorbeeld zaken die bij sportclubs nauw aan het hart liggen, is voor mij een grote motivatie om hier vanavond ook jullie mee te nemen in het verhaal dat we jullie willen brengen. Goed. Ik denk dat ik ga starten vanavond met jullie eerst eens een vraag te stellen. We gaan proberen niet alles van ons te laten komen vanavond, maar we gaan jullie ook eens zelf laten nadenken. We kunnen dat niet heel interactief doen vanavond, want wij zien jullie niet live. Maar we kunnen dat wel doen aan de hand van Mentimeter. Dat is een mooi systeem dat ons toelaat om jullie op een aantal vragen te laten antwoorden. En jullie kunnen de resultaten daarvan ook onmiddellijk live hier op het scherm zien.
Jullie kunnen daar gaan naar www.menti.com. Dat zien jullie hier bovenaan het scherm staan, op ofwel je gsm of je laptop. En je geeft daar de volgende code in. Dat is de code 5204-9056. Ilse heeft die ook net mooi in de chat gezet. Als je deze ingeeft, dan krijg je eigenlijk onmiddellijk de eerste vraag die wij voor jullie hebben te zien. En dat is, wat lijkt jou de grootste uitdaging voor jouw sportclub de komende jaren? Voor mensen die hier zitten, die niet rechtstreeks verbonden zijn aan een sportclub, want er zijn hier ongetwijfeld ook sportfederaties of sportdiensten, leef u even in, wat zijn de grootste uitdagingen voor sportclubs na een toch iets wat vreemd jaar hè, voor onze samenleving, voor sportclubs? Ik zie al onmiddellijk een aantal zaken verschijnen. Betrouwbare begroting opstellen en de uitvoering ervan opvolgen. Vrijwilligers motiveren en behouden. Verder groeien. Ik zie hier ook terug het motiveren van vrijwilligers. De inrichting en opstart van onze werking in ons nieuwe gym- en danscomplex. Ja. Inspelen op gewijzigde maatschappelijke behoeften, bijvoorbeeld flexibiliteit van trainingen. Ja. Statuten aanpassen aan de nieuwe VZW-wet. Ja. Als jouw sportclub bijvoorbeeld een andere vorm heeft dan een feitelijke vereniging, dan is dat inderdaad belangrijk. Groeien in ledenaantallen. Voldoen aan de groeiende vraag. Oké. Ik zie dat er dus met andere woorden redelijk wat uitdagingen zijn die jullie op dit moment zien. Wel, die uitdagingen in kaart brengen en echt gaan zoeken naar goed, wat zijn nu de prioriteiten voor mijn sportclub? Welke acties kan ik daaraan koppelen en hoe kan ik dat in een behapbaar plan gieten? Wel, dat is eigenlijk onze grote bedoeling hè, binnen het traject dat wij hier voor ogen hebben. Om eens gewoon te polsen naar hoe het op dit moment met jullie sportclub gaat, zou ik jullie zeer graag eens deze vraag stellen. Zeker voor de mensen die hier zitten vanuit een sportclub. Jullie zien hier op het scherm zien jullie een boom staan en daar staan allemaal ventjes bij. Ik mag niet zeggen ventjes, want anders zou dat niet genderneutraal zijn. Het zijn figuurtjes. En elk figuurtje stelt eigenlijk een sportclub voor. En wat je gewoon voor jezelf eens mocht gaan bekijken, met welk ventje kunt je u, met welk figuurtje, met welk vrouwtje, kunt je u op dit moment het best vergelijken? En dan bedoel ik niet jij specifiek, maar bedoel ik jouw sportclub. Jouw sportclub is dat figuurtje 6, die daar mooi op een plank staat te zweven in het midden van de boom? Of is jouw sportclub figuurtje 15, dat hangt aan de tak helemaal onderaan en precies toch niet goed weet wat hij moet doen? Of ben je ventje, figuurtje, vrouwtje 2, die helemaal boven staat, heel trots en fier toeziet op wat er allemaal gebeurt? Ook dit kan je ingeven op Mentimeter. Dus dan kan je terug naar dezelfde code gaan op de website als daarnet. En daar kan je terug gewoon je ventje gaan ingeven. Je geeft gewoon het nummertje in van het figuurtje dat het best bij jouw sportclub past. Iedereen zal ongeveer nu al een figuurtje gekozen hebben, dus ik ga een keer kijken in Mentimeter en jullie gaan dat hier ook onmiddellijk kunnen zien. Ah, op dit moment zie ik nog niets verschijnen. We zien de vraag niet verschijnen. Of ik zag de vraag niet verschijnen. Ja, ik zal nog eens terug de slide tonen met de figuurtjes. Je moet in Mentimeter zelf naar de volgende slide gaan. Ja, dat is ondertussen gebeurd. Ja, super. Dank u wel, Jan. Oké, dan ga ik nog eens terugkeren. Voilà. Oké, dan zie ik hier dat er al een aantal zijn die
hun figuurtje hebben ingegeven. Een vijftal 14. Dat is het mannetje, het ventje dat zich zo wel wat vastklampt aan de boom. Zo, hè? Die wel zo'n beetje de impressie heeft dat hij wat houvast aan het zoeken is. Ik zie drie mensen die figuurtje nummer 10 aangeduid hebben, die zo gearmd op een tak van de boom zitten. Ja, dus het lijkt me wel interessant dat iemand mij eens vertelt die voor figuurtje nummer 14 gekozen heeft, die zich zo wat vasthoudt aan de boom, hoe dat juist komt, dat jouw club op dit moment dat figuurtje gekozen heeft. Is er iemand die daar eventjes iets wil over zeggen? Dan kan je je micro even uitzetten en even het woord nemen. Niet allemaal tegelijk. Hallo? Ja, zeg gerust maar. Ja, hallo. Ik ben Nadia van een ijshockeysportclub. Ja. Ik heb ons mannetje op 14 gezet, omdat ik wel het gevoel heb dat wij in de goede richting aan het gaan zijn en naar boven aan het klimmen zijn. Maar dat is nog allemaal heel onzeker gezien dat wij pas volgend seizoen opstarten. Mm-hmm. In de ijshockeyclub hebben wij op dit moment geen ijs. Mm-hmm. Wij gaan richting een privépartner volgend jaar, Sportoase, wat dat ook een moeilijke overstap gaat zijn. Dus er is heel veel onzekerheid rondom ons. Maar zelf, met het bestuur en de ouders rondom ons, hebben wij wel het gevoel dat wij in de goede richting aan het gaan zijn. Maar om nu te zeggen van, we staan met z'n allen boven, ja, dat is een te groot vraagteken in de zaken die omliggend zijn. Ja, oké, super. Dankjewel om dat even te delen. Voor jou zou het waarschijnlijk fijn zijn om te eindigen in figuurtje 2, hè? Dat je helemaal boven een boom staat. En dat je trots bent op de zaken die wel goed lopen. Hè? Ja. Of ja. Toch verder naar boven klimmen, hè? In tussentijd. Ja. Ja. Oké, super. Is er iemand die hier heel graag nog iets wil over delen? Over zijn persoonlijke situatie nu in zijn of haar sportclub? En waar je je op dit moment zo'n beetje op de boom bevindt? Neem gerust even het woord. Je kan altijd ook je handje opsteken. Dat kan onderaan het scherm. Live is dat altijd zeer gemakkelijk, want dan kunnen we iemand aanduiden. Hè. Ja. Is er iemand? Ja. Oké, perfect. Dan kunnen we gewoon verder gaan. Hè. Goed, dit betekent dat toch wel hè, een aantal onder jullie aangeven dat we vastzoeken hè, en naar boven klimmen vanuit de situatie waar jullie gestrand zijn, hè, ook voor COVID, dat daar toch wel nood is aan wat vooruitkijken. Hè. Daar kunnen wij uiteraard hè, vanuit het traject dat wij hier plannen, samen met jullie vooruit naar gaan kijken. Een belangrijke vraag die we hierbij ook graag zouden willen stellen, en dan ga ik nog even de Mentimeter met jullie delen, dat is, heeft jouw sportclub op dit moment al een actieplan, een toekomstplan, een beleidsplan? Werken jullie binnen de sportclub op dit moment al met een plan dat jullie enige richting geeft? Ja, nee, of eigenlijk weet ik dat niet zo goed. Ja, ik zie hier al redelijk wat ja's verschijnen. Een aantal nee's ook. Ja, oké. Ik zie hier 16 mensen die ja geantwoord hebben, 6 mensen die nee geantwoord hebben. Wel leuk om te zien hè, dat er hier toch wel wat aanwezig zijn die al werken met een of ander actieplan, hè, waar toch een aantal zaken in staan die wat richting geven in functie van de toekomst. Hè. Schrijf je in, of neem je deel aan dit traject, hè, dan kan je dat uiteraard samen met ons gaan fine-tunen hè, en straks kunnen we jou uitleggen hoe dat we dat kunnen doen. Voor de mensen die nog geen actieplan, toekomstplan hebben naar de toekomst toe, kunnen we daar uiteraard samen met jullie werk van maken. Het traject dat wij voor ogen hebben
de komende maanden. En daarmee willen we zeer graag starten in het najaar, in september. Dat zal bestaan uit 6 grote stappen. Hè. Iedereen kent wel iets of wat van beleidsplanning misschien, maar heel specifiek voor jouw sportclub willen we dat liefst van al zo laagdrempelig mogelijk aanpakken. We willen het graag in 6 heel concrete stappen aanpakken, waarbij we eigenlijk in een eerste stap gaan kijken wie dat we eigenlijk zijn. Waar staan we eigenlijk voor? We gaan eigenlijk op zoek naar de identiteit van jouw sportclub. Stap 2, wat weten we? Stap 3, waar streven we naar? Stap 4, welke acties ondernemen we? Stap 5, met welk budget houden we hierbij rekening? Ik zag ook daarnet iemand die zei, ja, wij willen eigenlijk wel leren hoe we een goede begroting kunnen opmaken voor onze sportclub. Wel, dit zal in stap 5 behandeld worden. En stap 6, hoe evalueren wij nu alles? Dit zijn de 6 stappen waar we graag met jullie, die in het traject, heel graag met jullie willen doorlopen. We gaan vandaag in dit webinar kort elke stap overlopen, zodanig dat je enig idee krijgt van waar dat wij naartoe willen. Hè, en dat je ergens kan gaan beslissen, oké, dit lijkt mij wel een traject om in te stappen. Een hele belangrijke eerste, en eigenlijk kunnen we niet zonder die eerste stap, dat is bepalen wie dat jouw sportclub is. Hè. Waar staat jouw sportclub nu precies voor? Wat is jullie vingerafdruk? Hè? Daar gaan we gaan zoeken naar wat zijn nu juist de waarden van jouw club? Hè? Wat is de missie, wat is de visie van jouw club? Heel veel onder jullie zullen dat mogelijk al opgesteld hebben. Hè? De missie van jullie club. Waar staan jullie precies voor? Hier zien jullie een voorbeeld van een missie van een club, van VC Kapellen, die ik gevonden heb, gewoon op de website op internet. En zo zou jullie missie er kunnen uitzien. Ze gaan daar aangeven dat ze streven naar het zijn van een lokaal verankerde club, die iedereen kansen biedt en waar de familiale sfeer centraal staat. Ze geven aan dat ze eigenlijk sport aanbieden van topniveau naar recreatief niveau. En dat ze ook openstaan voor mensen met een beperking in een club. En dat leuke momenten beleven met vrienden tijdens het sporten centraal staat. Heel belangrijk dat je aangeeft voor je club, dit zijn wij echt. Je kan daar uiteraard ook een visie aan gaan koppelen. En wij gaan jullie helpen in het traject om dat op te stellen. Zodanig dat dat voor jullie club zeer duidelijk is. Stap 1. Wie zijn we? Daar is uiteraard ook een ander mooi facet aan gekoppeld. En dat is, wat zijn nu de waarden van onze sportclub? Wat vinden wij nu eigenlijk juist belangrijk? En daar zou ik jullie nu ook op dit moment eens willen laten over nadenken. Ik ga jullie hier de volgende slide een aantal waarden presenteren. In een simpele opsomming. Je kan daar een keer naar kijken. En je kan je de vraag stellen, oké, als ik nu mijn sportclub voor ogen heb, welke waarden vind ik dan eigenlijk belangrijk? Die kan je dan ook weer terug even ingeven in de Mentimeter. Zodanig, en ik ga die onmiddellijk hier al eens naar de volgende vraag brengen. Voilà. Wat zijn de waarden van jouw sportclub? En ik ga jullie het voorbeeld hier geven. Voilà. Hier zien jullie een aantal waarden staan. Doorloop die eens even en denk eens even na. Oké, succes, dat is echt een waarde van onze sportclub. Humor, superbelangrijk. Voor onze sportclub is loyaliteit heel belangrijk. En voor een andere sportclub gaat respect een van de hoofdwaarden zijn. Hier geef ik een aantal voorbeelden, maar uiteraard, jullie hebben misschien ook wel al waarden vooropgesteld die hier niet tussen staan. Dus ik geef jullie even tijd om dit te bekijken en geef maar gerust een aantal waarden in Mentimeter.
Evi, je staat op mute. Altijd interessant om een toffe assistente te hebben. We zien hier al een aantal waarden verschijnen. Expertise, ambitie, discipline, respect, kansen voor iedereen, stabiliteit, verbondenheid, vriendschap, respect. Oké, super. Ik zie er een aantal keer ook dezelfde naar voren komen. Dit is een heel belangrijke, hè, dat je eigenlijk gaat bepalen op basis van waarden waar jouw sportclub voor staat. Hè. Het is eigenlijk het begin van alles. Hè. Als je dit niet in kaart brengt, is het ook ja, heel moeilijk om een bepaalde cultuur in jouw sportclub te creëren waar iedereen zich gelukkig voelt, waar iedereen zich goed voelt. Hè. Het is heel fijn om de waarden hier te zien staan. En er een aantal ook te zien terugkomen. Ik zie hier ook een paar keer fair play. Lijkt mij een waarde die zeer specifiek ook aan sport kan gekoppeld worden. Jullie krijgen deze PowerPoint uiteraard achteraf ook doorgestuurd. Wil je de waarde bekijken, dan kan dat uiteraard. Goed. Voor sessie 2 ga ik met veel plezier het woord even teruggeven aan Ilse. Maar ik kijk nog even in de chat of daar op dit moment vragen staan of zaken die we nog moeten beantwoorden. Als je nu een vraag hebt over het stukje dat al geweest is, mag je die gerust stellen. Ik zie niet onmiddellijk een vraag. Dus Ilse, let's go. Prima. Tweede sessie van de 6 sessie zal gaan over wat weet je over je eigen vereniging. Dus verenigingen die al heel lang bestaan, die hebben boeken vol, die hebben een erfgoed, die kunnen allerlei zaken terugvinden. Vrij jonge verenigingen, die moeten misschien minder lang zoeken, maar niettemin is dat toch ook een belangrijk stuk bij het opstellen van een plan. Dus we gaan eigenlijk in de tweede sessie een analyse maken van jullie club, maar ook van de omgeving, van de gemeente. Je kan dat zo ruim doen als je wil. Je kan dat ook behoorlijk beperkt doen. Laat ons zeggen, net genoeg wat nodig zou zijn om een kwalitatief plan te gaan maken. Dus daarbij gaan we ook focussen op de sterke punten. Dus we gaan ook wel op zoek naar wat is er nu specifiek voor jouw club en wat zijn de sterke punten. Bijvoorbeeld, je hebt een zwemclub en in uw gemeente is het zwembad volledig vernieuwd en heb je het zover kunnen krijgen in de onderhandelingen met de stad of met de gemeente dat je ook meer uren krijgt om te trainen en kan je daardoor ook wel een hoger niveau gaan nastreven en competitie gaan doen. Dat is dan heel specifiek voor jouw club. We gaan ons ook focussen op de mensen of de vrijwilligers, eventueel ook betaalde krachten, verenigingswerkers in jullie vereniging. Meteen ook een link dan naar misschien al sessies die jullie gevolgd hebben of die nog komen rond financiën. Dus de vraag is eigenlijk, wat went well? Dat is ook de focus van het hele traject dat we eigenlijk de hele tijd zullen stellen. En dat is, we gaan kijken, waar zijn jullie goed in? Wat werkt er goed? En dan gaan we eigenlijk een waarderend onderzoek gaan doen naar waar zijn jullie trots op? Fier is eigenlijk ook een heel... Fier zijn is ook eigenlijk een heel typisch kenmerk voor de sportsector. Om echt heel tevreden te zijn met ofwel wat je zelf doet als vrijwilliger of wat je sporters doen. Dus we gaan daarnaar op zoek, samen met jullie. En omdat jullie met heel veel verschillende verenigingen zullen zijn, gaan jullie ook elkaar gaan inspireren. Natuurlijk, we zijn niet naïef. We gaan ook kijken wat werkt niet zo goed. Waar verlies je energie op? Wat wil je liever niet meer doen? En zijn er dan dingen die je kan laten vallen? Of zijn er dingen die je niet kan laten vallen? Ik kan me voorstellen, als je zegt, niemand bij ons doet graag de inschrijvingen en niemand ontvangt graag geld, dat het toch geen optie is om dat te laten vallen. Dus die zaken gaan we allemaal gaan bekijken. En ja, de bedoeling is dat we dan een plan gaan maken, een visie, op basis van sessie 1 al een stukje, de waarden die jullie koppelen aan jullie vereniging, jullie organisatie. En
ja, een analyse van wat jullie allemaal hebben. Dus wat loopt minder goed, sterktes, zwaktes, kansen, bedreigingen. Het klinkt als een SWOT, het is ook een SWOT, maar toch is het geen SWOT. We gaan het toch wel op een andere en creatieve manier aanpakken. Dus dat is ook een beetje de rode draad door deze hele opleiding. Het is niet alleen 6 sessies. We gaan die ook interactief gaan doen. Ik kreeg daarnet al een voorbeeld met Mentimeter. Er zijn nog verschillende werkvormen die we jullie zullen gaan aanbieden. En om op die manier tot een deftig en vooral bruikbaar en haalbaar plan te komen, specifiek op jullie maat. Dus dat is sessie 2. Dan sessie 3, ja, darts. Het is heel erg in, hè. Laat ons zeggen, 180 divided into 3. You can reach it just by dart, by dart. Dus als je 180 deelt door 3, ja, dan kan je telkens dat stapje per stapje gaan bereiken door een dart te gaan gooien. En dat is wat we gaan doen. Dus we gaan niet meteen een heel groot plan gaan stimuleren. Zoals ik al zei, dat kan, maar dat hoeft niet. We gaan doelen gaan bepalen. Heel specifieke doelen voor jouw vereniging. We gaan u daarbij helpen. En die doelen die zijn zowel op korte termijn als op lange termijn. Omdat wij toch ook wel de ervaring hebben vanuit ons werk en vanuit ons eigen vrijwilligerswerk ook, vanuit ons eigen sportcarrière, dat een plan toch helpt om effectief zaken te gaan realiseren en om effectief ook dan tot actie over te gaan. Maar belangrijk bij het opmaken van een plan is die focus en die gaan we samen zoeken. Dus de focus bepalen waar jullie als club op inzetten en ook hier gaan we jullie mekaar laten inspireren om te komen uiteindelijk tot een plan, een visie en dan acties. Laat ons zeggen dat we dan spreken op korte termijn van eerder quick wins. Dus wat kan je doen als vereniging sinds COVID om snel terug wat een opwaartse spiraal te mogen ervaren? Of wat zal je eerder doen om op lange termijn resultaten te halen. Dus we spreken dan 5 jaar, 10 jaar, 15 jaar, afhankelijk van wat jullie kiezen. Dus dat kan heel verschillend zijn. Er zijn heel veel verschillende soorten clubs, dat weten jullie ook wel. Grote, kleine, die al een goed plan hebben. We hebben het er al, niet een goed plan daarom, maar een plan hebben. Sommigen hebben nog geen plan. En die gaan we allemaal samenbrengen. In een zeer boeiende mix. En dan gaan wij dat entertainen om in sessie 3 toch te komen tot het bepalen van enkele doelen. En dan hebben we de 4e sessie al. Ja, dat is een straffe madame hier. Het mag ook een straffe meneer zijn. Het is ons gelijk. Maar wij gaan mee samen met jullie van een dromen naar een plan gaan. Dus sessie 4 gaan we eigenlijk acties gaan bepalen. Dus van doelen bepalen naar doen. Een letterverschil, maar een wereld van verschil. Als je geen acties effectief inplant, dan zal er ook weinig gebeuren. A dream, zeggen ze, without a plan is just a wish. Ja, dat is helaas zo. Dus we gaan dromen, we gaan doelen bepalen. En dan gaan we er ook effectief concrete acties op zetten en planning aan vasthangen, zodanig dat er ook effectief concreet iets kan gebeuren bij jullie organisatie. Dus bijvoorbeeld de organisatie van een barbecue staat hier nu geschreven, maar ik denk dat iedereen hier voldoende voorbeelden kan zeggen over activiteiten in jullie vereniging. Dat kunnen wedstrijden zijn, dat kan iemand schrijft hier, wij zijn een familiale club en we hebben als doel, staat er in de chat, om een stevige basis te vormen voor de toekomst. Ja, welke acties kan je dan ondernemen om het familiale van uw club ook effectief naar buiten te brengen en ook zo gepercipieerd te worden door de omgeving, door de andere clubs en door mogelijke nieuwe leden, ouders enzovoort. Dus dat is al meteen een voorbeeld ook hier van de aanwezige mensen. Wedstrijden organiseren staat hier ook. Uw bestuur uitbreiden, altijd een uitdaging om vrijwilligers te vinden die ook effectief zich als bestuurder willen gaan inzetten vanuit bijvoorbeeld de sterktes van uw
van uw organisatie. Dus dat is ook wel een belangrijke rode draad. Dat als hier staat bijvoorbeeld, we gaan een bestuur uitbreiden met een ouder en een boekhouder, dat die mensen dat ook graag doen. Ik bedoel, het is eigenlijk een uitdaging ook van ons om jullie zover te krijgen dat jullie mensen vinden die eigenlijk door zich in te zetten voor uw vereniging energie krijgen. Want dat is ook een stukje in het hele traject. Hoe krijgen we weer die energie in uw vereniging of de energie die wat verminderd is na corona terug te verhogen? Want velen staan niet op nul, velen hebben het heel goed gedaan en vele verenigingen draaien zeker nog goed genoeg. Maar het was wellicht anders en beter geweest zonder corona. Dus helpen wij jullie mee een duwtje in de rug geven. Voilà, dat is sessie 4. Dus effectief ook die acties. Die gaan we ook in een plan, een actieplan. Of dat mogen jullie doen. Wij gaan jullie daarbij begeleiden. Als jullie vragen hebben daarover of opmerkingen, ideeën, dan kunnen jullie dat stellen. Hier staat al in de chat, momenteel hebben wij als club nood aan iets te kunnen organiseren voor de leden. Zo creëer je een goed gevoel. Ja, fijn. Dat is een hele mooie doelstelling al. Dat is al iets dat je heel concreet zou kunnen opnemen. En dan kunnen we samen daarover nadenken wat dan effectief die actie zou kunnen zijn. En dus noods met een aantal opties rond mocht, want we hebben veel, veel als en dan situaties tegenwoordig. Als het nog een beperkt aantal aanwezigen zijn, hoe zou je dat dan kunnen doen? En dan gaan wij samen met de andere verenigingen op zoek naar hoe kan dat allemaal. Dus effectief, dat is ook weer een waarde, die voorbeeld, die jullie misschien missen. En dat is die verbondenheid. Nood om iets te kunnen organiseren voor de leden. Maar misschien interpreteer ik dat verkeerd. Maar een goed gevoel komt vaak ook door u verbonden voelen of u van betekenis voelen of het sociaal contact. En dat is dan een belangrijke doelstelling om te bereiken en daar een concrete actie gaan op uitwerken. Nog opmerkingen, nog vragen daarover? Of... Nee? Oké. We hebben hier een pot centen gezet, want... De eerste pijler van het traject, zoals Klaas daarnet benoemd heeft, was de financiële pijler. Er is heel wat verlies geleden door sportclubs tijdens de coronaperiode. En bepaalde zaken, kosten liepen door, terwijl er geen inkomsten meer waren. Die barbecue die we daarnet beschreven hebben, die voor zoveel clubs heel belangrijk is. Een wafelenbak die voor zoveel clubs belangrijk is. De kantine die sluit. De inkomsten daaruit zijn voor veel clubs belangrijk. Zijn zaken die weggevallen zijn. Maar bijvoorbeeld het huren van accommodatie is niet altijd weggevallen. Lidgelden vallen weg. Het in kaart brengen van die financiën samen met de rest van het plan is zeer belangrijk. En dat is sessie 5. Met welk budget gaan we nu rekening houden? Op dit moment is de Vlaamse Sportfederatie bezig met het uitwerken van een specifieke tool om jullie aan te bieden, zodanig dat jullie eigenlijk in één oogopslag die acties vanuit dat toekomstplan kunnen koppelen aan centen. Hè, kunnen koppelen aan inkomsten en uitgaven. Zodanig dat je eigenlijk heel mooi bij elkaar ziet op laagdrempelige manier. Wat willen wij nu eigenlijk juist bereiken? Hè, waar streven wij naar? In welke acties gaan we dat omzetten? Hoeveel gaat ons dat opbrengen mogelijk? Of hoeveel gaat ons dat kosten? Hè? De begroting, waar iemand in het begin naar refereerde, wordt dus hier ook een stukje gemaakt, samen met uw plan. Dat kan zijn op jaarbasis. Dat je beslist als club om elk jaar opnieuw een plan te gaan uitwerken waar wij met jullie nu de start van gaan maken. Maar dat jullie kunnen beslissen om dat ook voor 3 jaar, voor 4 jaar te doen. Maar daar ook dat financiële aspect onmiddellijk aan te koppelen. Heel vaak wordt dat vergeten. Is dat iets wat eigenlijk gewoon binnenkomt, het geld van de lidgelden en zo verder. Maar eigenlijk is daar niet echt een goed overzicht over. Een club die niet werkt met iemand die zich de financiën echt aantrekt. Zoals ze zeggen, de boekhouder van de club, de penningmeester van bestuur.
Als die er niet is of dat gebeurt niet goed, hè, dan zijn er vaak verrassingen along the way. Dat is uiteraard wat wij hier willen vermijden, hè, door deze sessie er ook mooi aan te koppelen. Hier maken we dus de link tussen die financiële pijler en de beleidsmatige pijler van het traject. Hè. Wat betreft mij zeker een van de belangrijkste sessies, omdat die echt ook dat budget in kaart gaat brengen. Als laatste hebben we het stukje evaluatie. Heel vaak wordt de fout gemaakt dat bepaalde zaken worden opgemaakt, worden opgesteld, dat een actieplan gemaakt wordt, doorgestuurd wordt naar de overheid. Is dat een lokale overheid of is dat in ons geval Sport Vlaanderen? Wij krijgen centen, maar daarna verdwijnt dat plan in de diepvriezer. In de kast en dat komt er nooit meer uit. Waarom? Omdat wij nu eenmaal bezig zijn. Hè. Wij willen onze club goed laten draaien. We hebben de problemen van alle dag. Hè. Er komen ouders over bepaalde zaken met jou praten als clubbestuurder, als trainer. Je blijft bezig en je vergeet eigenlijk dat eigenlijke plan. Dus wat wij in deze sessie afsluitend willen meegeven, zijn een aantal zeer concrete zaken. Hoe dat we nu die doelstellingen kunnen gaan evalueren, die acties die in ons plan staan. En op welke momenten dat jullie er kunnen voor zorgen dat dat plan blijft leven. En dat dat in jullie club ook gedragen wordt. Ilse gaat straks een aantal tips geven om die gedragenheid in jullie club ook in functie van dit traject te vergroten. Maar het is wel een heel belangrijke. Als je aan dit traject gaat deelnemen, doe je dat eigenlijk niet alleen. Dat doe je eigenlijk met jouw volledige sportclub. Bij het begin van elk sportseizoen kan je dat toekomstplan gaan herbekijken. Je kan elke bestuursvergadering dat toekomstplan een keer op de agenda zetten. Zoals heel veel organisaties doen, dat is elke teamvergadering, neemt je zo nog eens het actieplan bij en de acties van dat jaar. En je bekijkt nog eens, oké, maar waar zitten we nu? We waren eigenlijk van plan om een sponsorronde te doen in de gemeente. En het is ondertussen november. Oei, we hebben dat uiteindelijk toch niet gedaan. Dus het zou fijn zijn dat zulke zaken ook kunnen uitgevoerd worden op het moment dat je ze gepland had. En dat kan je alleen maar doen door te gaan evalueren en af en toe dat plan eens vast te pakken, uit de kast te halen en erin te kijken. Om de paar maanden die financiële stand van zaken ook maken, is zeer belangrijk. Veel clubs zouden zich daar wel eens kunnen in vergissen. Ik heb zelf lang als bestuurslid in een sportclub, een atletiekclub, gezeten. En dat was de grote uitdaging. Zorgen dat er een financiële stand van zaken was om de paar maanden. Iets wat we jullie hier ook zeker willen meegeven in dit traject. Hoe ga je alles evalueren en wanneer ga je dat precies doen? Met wie ga je dat doen? Zorg ervoor dat alles wat je in je plan geschreven hebt ook echt in actie kan omgezet worden. Dat betekent dat we met jullie eigenlijk de volgende tijdlijn doorlopen. De komende maanden. Wij zouden, indien je intekent met je club binnen dit traject, gaan wij met, heel graag met twee mensen uit jouw club aan de slag. We hebben ondertussen al wel zo'n beetje de ervaring dat het goed is dat je laat ondersteunen door één extra persoon uit jouw club. Zodanig dat je het huiswerk dat je meekrijgt, dat je dat ook sowieso kan afstemmen met één andere persoon die de sessies ook bijwoont. We gaan hier werken dus, zoals ik al zei, met 6 sessies. Een sessie die start in september en een laatste sessie die we gepland zien in februari volgend jaar. Dat betekent dat we hier wel echt onze tijd voor nemen. Dat we hier gerust ook wel wat tijd tussen laten. Omdat wij heel goed beseffen dat dit ook wel een opdracht zal zijn voor jullie. Jullie gaan een aantal zaken moeten afstemmen binnen je sportclub. Niet alles zal je zelf kunnen beslissen. Je zal zaken eens op een bestuursvergadering brengen. Dan is het wel nodig dat je wat tijd krijgt. Van sessie 1 naar sessie 6 tellen we dus een 6-tal maanden. We hebben hier al 6 data voor jullie klaargezet. Deze data kunnen, deze staan vast, maar deze kunnen eventueel ook nog uitbreiden. Afhankelijk, en dat weten we nog niet, van het feit of mensen er vooral voor kiezen om dit online te doen, wat we nu doen. Wij geven zelf, Ilse en ik, uiteraard de voorkeur aan toffe live sessies met jullie, maar dat is afhankelijk uiteraard van het aantal inschrijvingen en jullie eigen voorkeur.
tussen deze sessies door. En ik denk dat dat de sterkte is die we willen bereiken via dit traject. Willen we op vastgezette momenten individuele coaching sessies organiseren. Dus dat betekent dat we met elke club apart een sessie gaan hebben na de grote algemene sessies, waarbij we jullie echt op maat gaan begeleiden. Bijvoorbeeld na sessie 3, de sessie waar we de doelstellingen gaan concretiseren, lijkt het ons zeer interessant dat jullie, als jullie vastzitten, jullie hebben vragen, dat jullie daar bij een van ons beiden, of mogelijk bij iemand anders die bij het traject betrokken is, terecht kunnen met jullie vragen, zodat jullie verder kunnen richting sessie 4. En we voorzien dit op 4 momenten, na sessie 2, 3, 4 en 6. Dus dat betekent dat jullie eigenlijk naast de algemene sessies, die telkens zullen gaan over een avond, op 6 data, dat daar telkens ook, of op 4 momenten, een individuele sessie van een uurtje en een half tussenvalt, waar jullie specifieke vragen kunnen stellen. Wil je dat moment niet, is dat uiteraard oké. Okay. We gaan dat niemand verplichten, maar we bieden het wel aan. Het is ook altijd mogelijk om optioneel vragen te stellen, om ons een mailtje te sturen, om Klaas lastig te vallen met vragen die dan wel bij ons zullen terechtkomen, zodanig dat jullie niet vastzitten en gewoon verder kunnen. Dit is de tijdlijn die we hier voorop stellen. Ik ga eens kijken, want ik zie dat er och, arme Klaas, inderdaad. Ik zie hier, Paul die zegt het liefste in een live omgeving of op de club of op verplaatsing is een betere interactie. Wel Paul, wij denken er eigenlijk juist hetzelfde over. Wij zouden het zeer graag live organiseren, maar uiteraard wat afhankelijk van de clubs die inschrijven en de regio's waar die clubs vandaan komen. Hè. De individuele sessies, die zullen wij hoogstwaarschijnlijk wel online doen. Om de verplaatsingen naar de verschillende clubs wat te beperken. De algemene sessies zouden we liefst dan al live doen. Om daar toch nu ook een klein beetje zicht op te hebben, in functie van de mensen die hier nu zijn, ga ik jullie gewoon heel simpelweg de vraag stellen. Hè. Hoe zie jij die algemene sessies liefst georganiseerd? Zou je dat graag live hebben? Zou je dat graag online hebben? Of zou je graag voor een aanbod gaan van beide door elkaar, hè, dat het soms is live is en soms is online is. Hè. Geef gerust aan wat je zelf wil, want dan maakt het voor ons ook direct al wat makkelijker om te gaan plannen. Oké, ik zie hier 11 mensen die, 12 zelfs, die onmiddellijk zeggen, ja, eigenlijk is een combi van beide wel leuk. Ja, dat is goed. 7 mensen die voorkeur geven aan een live sessie of aan live sessies. En 3 mensen die zeggen, eigenlijk is het volledige pakket online voor mij ook wel goed, hè. Dus we zien hier toch een grote voorkeur voor een gecombineerd traject. Ilse, ik denk dat we dat gaan meenemen. We gaan hier rekening mee houden. Hè. We gaan kijken hoe dat we die combinatie kunnen maken, afhankelijk van de inschrijvingen die binnenkomen. Zeer nuttig dat jullie dit eventjes meegeven. Ja, ik zie hier dat May zegt, live is afhankelijk van de plaats waar ze georganiseerd worden. Ja, uiteraard. Hè. Als we ze live organiseren, zullen we dat sowieso proberen ook op meer dan 1 locatie te doen, zodanig dat jullie je niet te ver moeten verplaatsen. Hè. Ruben vraagt, moeten dit steeds dezelfde 2 mensen per club zijn? Of kan je bijvoorbeeld gericht penningmeester uitnodigen? Zeer relevante vraag. Ik denk voor het totale traject dat je best telkens dezelfde 2 mensen meeneemt om een soort rode draad wel te hebben. Maar het lijkt mij een zeer goed idee om bijvoorbeeld in sessie 5 uw penningmeester mee te nemen. Hè? Zodanig dat die persoon in die sessie ook echt betrokken wordt en dat die ook de tool leert kennen en op een heel eenvoudige manier ook het budget koppelt aan de acties. Hè. Maar ik zou toch aanraden, als je dan inschrijft, schrijf in met 2 mensen die elke keer aanwezig zijn, zodanig dat zij echt het hele traject meemaken en het zo ook naar de club kunnen brengen. Hè. Kijk of er voor de rest nog vragen instaan.
Nee, niet direct. Oké, dan kan ik terug naar de PowerPoint. Goed. Zijn er over de tijdlijn en over de individuele coachingsessies en de combinatie daarvan, zijn daar vragen over? Zijn er zaken die jullie graag nog willen weten? Ja, ik zie hier de vraag. Naast de twee personen die het traject volgen, zijn er nog extra personen die je op de club betrekt? Ja, dat gaat Ilse straks bespreken. Daar gaan we straks nog een antwoord op formuleren. Zijn er voor de rest op dit moment nog... een vraagje over die individuele begeleiding. Ja. Is dat dan via mail, telefonisch of live sessies? Ja, sowieso zijn de vier sessies die we hier benoemen, die zijn online. Dat is een sessie waar we elkaar zien, hè, maar waar we online advies gaan geven op vragen die de clubs hebben. Op vier momenten. Na sessie 2, 3, 4 en 6. Is uiteraard vrijblijvend. Hè. Maar willen ze liever bellen, dan kan dat uiteraard. En optioneel vragen stellen kan altijd. Een mailtje sturen kan altijd. Ja, oké. Okay. Okay. Denk ik geen vragen meer zijn. Dan ga ik het woord nog eens geven aan Ilse. Dank je wel. Michel... ja, het antwoord is ja. Graag nog extra mensen betrekken. Waarom? Omdat de gedragenheid van hetgeen dat jullie twee of misschien twee anderen, jullie en nog iemand, gaan maken, gaan bedenken, dat ook uitschrijven in een plan, daar acties op plakken, dat veel meer kans heeft op slagen als dat eigenlijk ook telkens teruggekoppeld wordt naar de vereniging. Vandaar ook dat we heel erg ingezet hebben op planning en structuur van het traject en op de individuele begeleiding, de twee, omdat dus die planning en die structuur maakt dat je misschien nu al, als jullie zouden deelnemen, zou kunnen al gaan informeren bij mensen wat denken jullie. Dus dat je al eventueel nu al een stukje huiswerk zou kunnen doen. Maar ook om eigenlijk ook nog eens de verbondenheid die zo lang afwezig is geweest, of dat de mensen toch het gevoel hadden van afwezigheid, of zeker van live verbinding. Online was er wel verbinding, maar dat was toch niet helemaal hetzelfde, om die terug te kunnen versterken. Dus de twee dingen. En hoe gaan we dat doen? We gaan dat uiteraard ook verder bespreken tijdens de sessies. Maar maak een planteam. Dus kom met twee naar de sessies, maar tussendoor werk je best met het team die daar verder op werkt en nog verder rond brainstormt. Dus dat is belangrijk. Bij het samenstellen van je team, stel ook voor dat je daar een vrij diverse groep opneemt, bijvoorbeeld. Een jongere, een trainer, een vrijwilliger, een ouder, misschien nog een jurylid, een beetje afhankelijk van hoe het zit voor uw club, omdat we toch in andere trajecten ook, zeker ook in Clubgrade, daar sterk op ingezet hebben met de Vlaamse Sportfederatie. En dat die diverse samenstelling nog veel meer zorgt voor gedragenheid binnen uw vereniging, maar ook voor als het traject stopt, dat het ook effectief nog gerealiseerd wordt. Dus hoe kan je die gedragenheid doen? Dat kan bijvoorbeeld door af en toe een sessie te doen online met Mentimeter en een paar ideeën te lanceren en daar uw mening over te vragen. De mening van een aantal mensen. Dat kan ook door een chatgroep te starten. Dat kan eigenlijk op heel veel verschillende manieren, maar wel vraag feedback. Ja, dat is heel belangrijk. Voilà, dat was eigenlijk het belangrijkste rond die gedragenheid. Dat komt elke sessie terug, omdat die terugkoppeling heel belangrijk is. Zeggen we het moet? Nee, we vinden het belangrijk dat het haalbaar is voor jullie als vereniging om iets te maken, een plan, een actieplan, waar je op het einde effectief ook iets kan mee doen. Hoe groot dat team dan moet zijn en hoe jullie dat dan aanpakken, dat ligt weer heel verschillend per organisatie, maar toch wel zorgen dat... dat jullie niet met twee zijn die het weten en alle anderen niet. Ja.
Praktisch, samenvattend. Wij werken met jullie in zes groepsessies met verschillende sportclubs. We gaan die, na dat ze ingeschreven zijn, op een zo divers mogelijke manier indelen. Een beetje afhankelijk van wat jullie zelf ook aangeven bij de inschrijving. Als jullie inschrijven voor de sessies, krijgen jullie een aantal vragen. Waar jullie zelf ook een aantal zaken kunnen aangeven. Hè. Zoals bijvoorbeeld, volg ik dit liever live of online? Kan je daar nog eens herhalen? En de groepsessies worden ingedeeld afhankelijk van de clubs die zich inschrijven. Hè. Wij moeten uiteraard zelf ook eens bekijken dan of het wel opportun is of grote clubs met een grote jeugdwerking, of het interessant is om die te plaatsen bij zeer kleine clubs die uiteraard andere noden hebben. Hè. Dat kan interessant zijn, maar misschien in sommige gevallen ook zorgen dat je zaken behandelt die misschien voor bepaalde clubs niet interessant zijn. Hè. Dus dat is een indeling die wij zelf zullen moeten maken. Die tussentijdse individuele coaching sessies, zoals ik al zei, gaan online door. Hè. We gaan elkaar zien, hè, maar gaan online door om juist die afstand, hè, op die coaching sessies wel niet te hebben. Hè. Twee deelnemers per sportclub, zoals we daarnet zeiden. Zelf, waar we jullie uiteraard ook tips gaan in meegeven de eerste sessies. Hoe kan je nu heel specifiek gaan inschrijven? Je kan naar de website van herlaatjouwsportclub.be, of als je heel specifiek hiervoor rechtstreeks wil inschrijven, ga je gewoon naar het traject Plan de toekomst van jouw sportclub. Als je deze PowerPoint krijgt, kan je daar rechtstreeks naartoe, zodanig dat je de link onmiddellijk ook vindt. Je kan uiteraard ook altijd een mailtje sturen rechtstreeks naar Klaas, naar info@herlaatjouwsportclub.be om jou in te schrijven. En dan krijg je automatisch ook een aantal vragen die je kan beantwoorden naar wat is juist jouw motivatie om hieraan deel te nemen. Hè? Wat zou voor jou er kunnen voor zorgen dat het voor jou een succesvol traject wordt? Hè? Ik zou zeggen, schrijf je zeker in. Hè. Het is denk ik een kans om, en het is een kans die de overheid een stukje gaat bieden door het ook volledig gratis te gaan voorzien, om een actieplan, een toekomstplan voor jouw club op te maken. Iets dat je gaat leren, dat je ook naar de toekomst toe verder gaat kunnen toepassen. En zoals ik al zei, het is helemaal gratis. Hè. Je hoeft hier helemaal niets voor te betalen. Jouw aanwezigheid is voldoende. En uiteraard ons gedeeld enthousiasme dat er een succesvol traject van zal maken. Graag stel ik afsluitend jullie deze vraag nog eventjes. Wat zou nu, of wat is nu voor jou de meerwaarde van een toekomstplan van jouw sportclub? Stel dat je er één zou hebben, zo'n toekomstplan. Wat zou de meerwaarde zijn voor jouw sportclub? Laatste vraag van deze sessie. Ik hoor al wat getyp. Dat is van mij, collega. Ja, dat dacht ik. Dat dacht ik. Ik lees hier alle neuzen in dezelfde richting zetten. Ja, ik denk dat dat echt een hele mooie is. Hè? Door een actieplan zorg je ervoor dat iedereen in dezelfde richting evolueert. Dat alle leden en sympathisanten weten waar je als club naartoe wilt gaan. Zeer goed. Verankering van de werking. Duidelijkheid naar iedereen binnen de club van waar we naartoe willen. Ja, een goede manier ook financieel groeien en daar ook een plan rond hebben. Hè. Continuïteit ook in de toekomst bij nieuwe bestuurders. Ja, oké. Okay. Betrokkenheid verhogen is iets wat we absoluut meegeven in sessie 6. Hè. Hoe ga je dat actieplan nu brengen bij de volledige sportclub? Hoe ga je dat presenteren op een oudervergadering? Hoe krijg je ouders mee in het plan van je club op een laagdrempelige, zeker niet saaie manier. Duidelijkheid naar iedereen. Ja, zo'n plan gaat ervoor zorgen dat iedereen letterlijk met de neuzen in dezelfde richting zit. Dat is absoluut de bedoeling. Wij hebben zelf uiteraard ook een ambitie voor jullie.
What's in it for me? What's in it for my sports club? Wat willen wij op het einde van het traject aan jullie, aan sportclubs bieden? De waarden van de sportclub liggen vast. Iets wat nu misschien nog niet gebeurd is. Maar wat zijn jullie 5 topwaarden? Waar staat jullie club voor? Jouw club heeft leren denken op lange termijn. Een crisis zoals corona, uiteraard niet evident, maar hoe kunnen we op lange termijn onze club gezond houden? Gezond inhoudelijk, maar zeker ook gezond financieel. Een gedragen plan om na COVID de toekomst mooi tegemoet te zien. Een gebruiksinstrument dat niet in de kast blijft liggen. Dat we echt in de praktijk gebruiken, dat gedragen is door de club en dat we regelmatig ook terug naar boven halen op de juiste momenten. En belangrijk, die link met die financiële kant van de zaak. Vergeten we niet en nemen we mee in het traject. Dit is wat we met jullie willen bereiken op het einde van het traject. En hopelijk volstaat dat om ervoor te zorgen dat jullie weer helemaal op zwier zijn. Ik zie hier dat er een aantal zaken nog in de chat verschenen zijn. Ik ga die er eventjes bij pakken. Ja, in principe heb ik op alle vragen al geantwoord uit de chat. Maar neem gerust het woord, mocht iemand zeggen, er is een vraag over het hoofd gezien. Maar dus een aantal vragen zijn, wat als je één keer niet kan komen? Dus zoals al gezegd, liefst zit hetzelfde team. Zo nee, ja, ofwel sla je eens over, of dan graag als je dat niet zo goed ziet zitten, dan graag iemand uit je planningsteam, kan ook. Dan was de vraag, wordt deze opname nog gedeeld? Klaas, ik heb al ja gezegd. Ik hoop dat dat ook zo is. Nee, grapje. Dat is ook zo. Alleen had ik misschien van jou graag het antwoord gehad, wordt die gedeeld alleen met de mensen hier of ruimer? Kan die ook aan sportfederaties meegegeven worden, dat zij dan deze opname gebruiken als promotie eventueel? Dus die vraag kwam hier ook. Maar ik dacht dat het antwoord daarop ja was. Zeg maar, Klaas. Jullie af en natuurlijk. Als jullie daar akkoord mee zijn dat dat mag verspreid worden, is dat voor ons ook zeker geen probleem. Uiteraard. Goed. Ah, ja. Zijn er op dit moment nog... Evie, ja. De deadline voor inschrijving. Als ik het goed voor heb, Evie, Klaas, is dat eind augustus? Dat zal op de website verschijnen. Wij plannen dat op 31 augustus. Hè? Zodanig dat we kort daarna alles kunnen samenstellen en eind september kunnen beginnen met de eerste sessie. Ja, het is ook zo dat u als club kandidaat stelt om die sessies te volgen. En dat dan een aantal vragen zijn. Maar misschien, Klaas, kan jij daar meer over zeggen? Dat de Vlaamse Sportfederatie ook een screening zal doen van de kandidaturen? Ja, klopt inderdaad. Er moeten bij de inschrijving een paar vraagjes ook ingevuld worden. En op basis van dat zal er ook wel inderdaad gescreend worden. Maar we hebben in de eerste plaats, en dat moeten we heel goed benadrukken, de intentie om zoveel mogelijk clubs verder te helpen. Ja, tuurlijk. En ja. De vragen zijn vooral om te polsen naar wat jullie verwachten van het traject en waar dat de motivatie ligt in functie van een plan. Ik zie hier bijvoorbeeld, Paul, dat je zegt, als ik dat hier allemaal zie, dan heb ik het gevoel dat wij goed bezig zijn. Ja, dat is fijn om te horen. Hè? Dat je door dit al eens te zien, dat je zoiets hebt van oké, wij hebben wel al iets dat gedragen is. Dat is uiteraard zeer goed. Hè? En zo'n traject kan er dan nog extra toe bijdragen dat je nog een aantal zaken bijleert en ook nog kan toevoegen. Hè? Oké, als er verder... Klaas, nog een vraag hoor. Kan het langer dan 1 week bekeken worden? Maar ik vermoed van wel dat kan tot de inschrijvingen zijn afgerond. Ja, sowieso nu wel. Dat was vooral via WebDoorGeek. Super druk, vakantie, maar als iedereen dan weer opstart en in de bestuursvergadering wenst te kijken, dan is dat nog mogelijk. Ja, sowieso tot de inschrijvingen gaan we dan zeker beschikbaar zetten. Ja. Oké. Okay. Ilse, is er nog iets dat jij wil zeggen? Niet speciaal, nee. Nee, ik kijk er enthousiast uit naar alle clubs. En als je goed bezig bent, super, houd je zo. Ja. Ja. Klaar even? Nee, voor mij niet. Oké.
Als er verder geen vragen zijn, dan gaan we dat hier afsluiten. Wij zijn alvast zeer enthousiast om ons te smijten. Schrijf u in, verspreid het in de club of in de federatie. En zijn er vragen, dan kan je terecht bij Klaas. info@herlaatjouwsportclub.be. Yes. Goedenavond. Bedankt.